You may not think that I have ever set foot on a battlefield, but that's because you have never sat behind this desk. This desk. My men and I are vastly outnumbered. De gevangenen die zijn met veel meer dan wij zijn. Wij zijn met de minderheid, zij zijn de vijand. We bevinden ons eigenlijk altijd achter de vijandelijke linie. We spend every day behind enemy lines. Hoi en welkom bij het tweede deel van Het Laatste Kasteel. Mijn gloednieuwe serie, elke maandag om 4 uur een gloednieuwe aflevering. Waarin we verder kijken naar de meest onmogelijke missie ooit. In de tussentijd is het Mr. Irwin, onze hoofdpersoon, gelukt om een soort... Hij probeert een soort opstand te creëren om te bekijken welke stappen de gevangenisdirecteur zou nemen als die opstand zou gebeuren. Dus hij deed een soort schijnopstand. Stap 1 van de gevangenisdirecteur was het insturen van 2 red and blue teams. Dat zijn soldaten met alleen een knuppel, een wapenstok. Daarna kwam een waterkanon, een tank met een waterkanon. En daarna kwam een helikopter met een sniper. Dat waren de 3 stappen die de gevangenisdirecteur gebruikte om de opstand te onderdrukken. En dan roept de gevangenisdirecteur Irwin even op het matje bij hem in zijn kantoor. When you first arrived here, I asked you a question. Apparently I need to ask it again. What do you want from your time here at the castle, Mr. Irwin? Irwin zegt dus, ik wil helemaal niks veranderen in deze gevangenis. Ik zit hier gewoon zolang ik hier zit. En zodra ik klaar ben, dan ga ik weer naar huis. Ik zit mijn tijd uit. And my answer is the same as it was then. Do my time, go home. Maar dan zegt de gevangenisdirecteur, dat kan je wel zeggen, maar alles wat je tot nu toe gedaan hebt, dat werkt dat tegen. Dat ontkent dat eigenlijk. So you say, but everything you have done has contradicted that. En dan zegt Irwin dus, ik vind dat de soldaten die hier zitten, alle mensen die dingen fout hebben gedaan en daarom in de gevangenis zitten, dat die ook herinnerd moeten worden aan de goede dingen die ze deden. De dingen die hun een marinier maakt. En niet alleen aan de foute dingen waarom ze zijn opgesloten. These men are not here for unpaid parking fines and traffic. I'm under no illusion why the men are here, Colonel. I just think they might be reminded about some of the good things they have done, rather than only the worst. Yes, en kolonel Winter zegt dus van, hoe dan ook, sinds ik hier zit achter dit bureau, is er niemand meer ontsnapt, niemand vermoord, niemand iets in die richting. Dus ik doe mijn baan hier goed. En de vorige die zei ook van, je moet het goede in de gevangenis zien. En daarbij ging eigenlijk alles mis. That is something my predecessor used to say. In his last 2 years here, there were 7 escape attempts, 12 injury assaults on officers and NCOs, including one killed. Since I've assumed command, there have been 0 escape attempts, 0 injury assaults, 0 fatalities. Some may question my methods, but they do work. En dan zegt Colonel Winters nog, je hebt gelijk, ik heb nooit gezeten in een battlefield, in een slagveld, maar ik zit hier achter mijn bureau en hier moet ik het command doen over deze prison, deze gevangenis, maar wij zitten altijd outnumbered, in de minderheid hier. No soldier has ever died needlessly under my command, Mr. Irwin. See, I too share the burden of command. You may not think that I have ever set foot on a battlefield, but that's because you have never sat behind this desk. This desk. My men and I are vastly outnumbered. De gevangenen die zijn met veel meer dan wij zijn. Wij zijn met minderheid, zij zijn de vijand. We bevinden ons eigenlijk altijd achter de vijandelijke linie. We spend every day behind enemy lines. Want, zegt hij dan nog, Prisoner Irwin, je moet je geen illusie maken. Die gevangenen, dat zijn de vijanden. Because make no mistake about it, Mr. Irwin. They are the enemy. En dan zegt hij, maar ik hoef mezelf toch niet te verschuldigen tegenover jou. Jij bent de gevangene, ik ben hier de kolonel. But I don't need to justify myself to you, do I? En dan zegt Irwin, geen idee of je hoeft te verschuldigen. Moet je je verschuldigen aan mij? I don't know. Do you? En later heeft die kolonel weer 1 gevangene laten verdwijnen. En dat is de gevangene Akiljar, een goede vriend van Irwin. En daarom is Irwin nog bozer eigenlijk op die kolonel. Was unfortunate about Aguilar. En daarom is ondertussen Irwin eigenlijk de hele gevangenis tegenover die kolonel aan het zetten. En hij probeert eigenlijk die hele militaire discipline in de gevangenen terug te krijgen. Maar zoals ik in de vorige aflevering gezegd heb,
Je mag niet meer salueren. Dus wat doen ze? Ze doen zo. En dan doen ze zo een beweging door hun haar. Zo. Zodat je het niet kan zien als salueren. En in plaats van de rangen te gebruiken, zoals majoor en sergeant en zo, gebruiken ze woorden zoals chef of maat of makker, waarmee ze toch doordringen van dit zijn de rangen die we hier hebben. Zodat ze eigenlijk die hele militaire discipline terugbrengen in die gevangenis. Maar die kolonel, die is natuurlijk een beetje bang. Wordt het barsten of breken? Moet ik nu vol tegen die gevangenen ingaan of moet ik ze nog een beetje ruimte geven? En die kolonel besluit dus, ik geef ze nog een beetje ruimte. Dus die zegt, het is goed als jullie willen salueren. These salutes, I've given them some thought. And technically they are not a violation of regulations. So if the inmates can confine themselves to a simple hand movement through the hair, I see no problem with it. Met zo een hand door het haar. Het is goed als jullie elkaar chef of maat of makker willen noemen. Dat maakt mij niet uit. Want dan denkt hij, nou, dan heb ik tenminste geen last meer van de gevangenen. And if the men want to call you chief, well, that's fine. Then free speech and all that. Maar Erwin die zegt, het gaat ons niet om al die dingen. Het is niet oké. Okay then. No. Not okay. It's too late, Colonel. It's too late for what? For your offer. The men don't want a salute. They don't want to use rank. They don't want better food. They don't want more TV. Het enige wat ik en mijn gevangenen, want hij noemt het ondertussen zijn gevangenen, het is een beetje zijn legertje, al die gevangenen, willen, is dat jij ontslag neemt. En we willen hier allemaal niet mooie praatjes, meer televisie, meer eten. We willen gewoon jouw ontslag. They just want your resignation. So do I. En dan zegt Erwin, nou, je kan maar beter je spullen pakken en gewoon weggaan. Well, then I better go pack. I think you should. En dan zegt die kolonel, wacht eens even. Wat weerhoudt mij ervan om jou, laat eens zeggen, 6 maanden in het hol te zetten? Het hol is een isoleercel, dan zit je geïsoleerd van alle gevangenen, zit je eigenlijk gevangen in je eigen celletje. Tell me, Mr. Erwin, what's to stop me from just placing you in the hol for say 6 months? En dan zegt Erwin, niks, je mag mij in dat hol zetten. Als dat de manier is hoe jij van mij wilt winnen. Nothing. That's the way you want to win. En daarmee sluit ik ook deze aflevering af. Heel erg bedankt voor het kijken naar de 2e aflevering van seizoen 1 van Het Laatste Kasteel. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer volgende week maandag om 4 uur bij weer een gloednieuwe aflevering van Het Laatste Kasteel. Tot ziens, tot later. Now! Moretz? Yes, sir. Get those men into the yard now. Alert the SWAT teams. Go, go!